de afgelopen weken was er sprake van een schaarste aan enkele vaccins die aan kinderen in hun eerste levensjaar worden toegediend. Middels interventie van het ministerie van Volksgezondheid en met de medewerking van de Pan American Health Organization werd deze week het tekort voor het overgrote deel opgeheven. De vaccins worden bijgesteld en geleverd door de PAHO Revolving Fund, waar Suriname als PAHO-lidstaat ook deel van uitmaakt. De hoeveelheid aan vaccins is deze week in ontvangst genomen door het Nationaal Immunisatieprogramma NIP, de afdeling op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg die belast is met de planning, uitvoering en evaluatie van het Nationaal Vaccinatieprogramma. Het NIP voert deze taken uit in samenwerking met andere partners, waaronder de medische zending en de regionale gezondheidsdienst.